Dag beste kijkers van deze video, dit is Lucas van Door. Wat leuk je weer te mogen ontvangen. Vandaag spelen we Yoshi's Crafted World, het level schermutselingen achter de schermen om precies te zijn. Terwijl het level opstart begin ik aan mijn update over het geluid van mijn video's. Als je de laatste weken meer video's van mij hebt gekeken, dan weet je dat ik nogal wat problemen heb gehad met het geluid van de game in mijn opnames. Het is nog niet opgelost, helaas. Maar, Lucas, wat is je update dan, vraag je je af. Nou, er is namelijk een probleem bijgekomen voor het opnemen van mijn stem. Als ik namelijk zacht praat, kan ik mijn stemgeluid harder zetten tijdens het video bewerken. Maar wat ik daarmee ook harder zet, is een constante piep. En daar is geen oplossing voor, dat denk ik tenminste, omdat het in mijn opnameapparaat zit. Ik kan er wel omheen werken door meer en enthousiaster te praten bijvoorbeeld. Aan jou dan natuurlijk om te beoordelen of je dat leuk vindt of niet. Spelgeluid is een ander verhaal. Bij de opname van 6-3, het Donkey Kong Country Tropical Freeze, deel 43, was het perfect. Nog in hetzelfde deel, bij 6-4, begon het gelazer. Zonder in al te veel technische details verzeild te raken, hoop ik uit te kunnen leggen dat het niet fout gaat aan mijn kant. Het ligt niet aan de console, want als ik de Switch uit zijn dock haal, dan is het geluid zuiver. Aan mijn opnameprogramma van OBS ligt het niet. 6.3 en 6.4 heb ik opgenomen met een eerdere versie, dezelfde versie, omdat ik die beter vond werken. Een reset van mijn laptop en een update naar de laatste versie van OBS verder is exact hetzelfde probleem er nog steeds. Tevens heeft het opnameprogramma van mijn capturekaartfabrikant hetzelfde probleem. Maar aan mijn capturekaart ligt het ook niet, want zoals je vorige aflevering uit deze serie hebt kunnen horen, die is optioneel verbonden met een externe monitor, mijn tv, en het geluid daaruit klinkt zuiver en zoals het hoort. Wat is er nu gebeurd tussen 6.3 en 6.4? Ik denk dat het een Windows update is geweest. Dat het probleem niet aan mijn kant is, heb ik hiermee denk ik goed gefundeerd aangetoond. Nu denk ik dat er een probleem is ontstaan bij hoe de nieuwste versie van het Windows systeem het geluid van mijn capturekaart interpreteert. En waarom zeg ik dit? Nou, ik wil dat mijn kijkers weten dat ik er alles aan doe om met het beschikbare materiaal de beste ervaring eruit te peuren voor de doelgroep van mijn YouTube kanaal. Als jij nou zoiets hebt van, ik zie graag dat of dat verbeterd, dan moet je vooral niet schromen om dat in de reacties te laten weten. Daarnaast kun je je ook voegen bij die doelgroep door te abonneren. Dan krijg je wekelijks een paar video's op je afgevuurd uit het Mario-universum met mijn, nu zeker, enthousiaste voice-over eronder. Of erover. Voice-over erover. Haha. Oké. Goed, dan is het nu tijd om inhoudelijk te praten over wat we zien op beeld. En ik heb nog maar één hartje. Goed. Dan ga ik ze nu eens laten zien wie de allerbeste is. Ground Pound Cancel. Fancy shit. Oh. Yeah. Oké. Ja, een rode. Dat dacht ik al. En ja, als we hier de Poochie Pups vinden, dan denk ik dat we ze ook allemaal gelijk krijgen binnen de tijd. Omdat het een autoscroller is. Dus er valt niet veel aan te versnellen of te vertragen. Ik kijk alvast vooruit. Doe ik graag. Maar niet te ver vooruit, al zou ik graag in de nabije toekomst zien dat het probleem van mijn audio is opgelost. Ik zag blauwe munt. Oh. Ah, oké. Dus dat is een blije bloem nog. Die moeten we nog even opnieuw doen. Oh, dit is een kruipstuk. Oké. Dat heb ik niet zo vaak gezien, dat je ergens verplicht moest kruipen. Maar ik neem het. Dus weer eens wat anders. Oké, nu is het dus helemaal het silhouet waar we het mee moeten doen.
En dat is soms niet makkelijk. Al hebben we natuurlijk altijd die Infinite Flutter achter de hand. Al denk ik dat hier ook nabij het doel kan gaan zijn. Al weet ik niet wat dit is. Oh. Een Shy Guy die zich vermomd had als een enorm beest. Maar dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Nu is hier wel het doel. Dus in de tweede poging gaat er nog... een aantal dingen gaan daar plaatsvinden. Namelijk full health. Een blije bloem moet er zeker nog gevonden worden. Ja, 5 van de 6. En nog 4 rode munten. De muziek die je nu overigens hoort... Dat is van de soundtrack die ik heb gedownload. Die plak ik er dan achter op een apart audiospoor. Ik kan gewoon... Als ik er genoeg overheen blijf praten... Dan claimt Nintendo niet dat het van hun is. Ik moet even dit doen. Oké, we zijn nu vol. En blijft dat zo? Is de gevreesde vraag. Overigens, als ik hard genoeg praat, dan... we blijven dus geen full health. Dan... Kan ik het audiospoor zachter zetten, zodat je alsnog de piep niet hoort. Hey, dit zijn Shy Guys met rode munten. Dat zie je gewoon aan dat het eenzame rode munten zijn. Dat was een blije bloem, die had ik in principe niet meer nodig, maar ik check alles gewoon nog even. Oh, shit. Ga ik nog in staat zijn om deze full health eruit te peuren? Ik denk het niet. Al moet ik natuurlijk geen pessimistische stemming brengen in deze video. Ik heb er wel iets mee om altijd realistisch te zijn. Geen bloem hier. Daar is niks. Hey, cadeautje. Die moeten we natuurlijk altijd gewoon pakken. Daar moeten we scherp op zijn. Altijd als ik eraan denk, dan zie ik hem. Als ik er niet aan denk, dan gaat hij goed genoeg op in zijn scenery. Om het zeg maar niet op te laten vallen. Dat is iets heel aparts. Ik denk dat we nog 2 rode munten... Nee, 1. 1 rode munt missen dus. Oké, we moeten goed kijken wanneer we deze platformen nou gebruiken. Hier was nog een blije bloem. Wat was het ook alweer?
Ik weet niet meer. Oh, we hebben hem wel. Oké. Maar we moeten nog full health en die laatste rode munt. Ik zou niet weten waar ik die rode munt nu gemist heb. Maar wie weet komen we in een volgende run op inspiratie. Nou, wat gaan we dus doen? Zoveel mogelijk eieren. En zoveel mogelijk... Ah. Dat was hem al gelijk dan, zeker? Nee. Geen rode munt bijgekomen, maar het is wel iets om scherp op te zijn. Oh, dat was hem. Ik moest die piranha plant verslaan en eronder gaan staan. Dus nu wil ik hem halen ook gelijk, samen met full health. Zo heb ik hem ontdekt. En in deze poging gebeurt hoe je het moet doen. Nee, ook hartjes. Oké. Goed om te weten. Voor de hartjes. Maar niet zo voor die rode munt. Bijna geplet. Hier is niks boven, dat ik te veel heb geconcentreerd op wat daar beneden was. Had zomaar gekund, maar is niet het geval. Ik heb geen geheime platformen of dingen gespot. Waar dan misschien nog zo'n question mark wolk uit plopt, weet je wel, maar... Thank you.
We zijn tenminste vol, maar waar die laatste rode munt zou zijn... Raadselachtig. Misschien is het heel stom en zit hij in een collectie munten waarvan ik dacht dat ik ze allemaal al verzameld had. Maar dus blijkbaar toch eentje niet. Ik ga eerst even de keerzijde doen. Wellicht komen we daar op nieuwe inzichten. Aan de achterkant is in ieder geval niks open. Aan de keerzijde zijn dus wel degelijk knutselwerkjes. Aan de voorzijde heb ik eigenlijk alleen dat huisje gezien, dat houten huisje. Geen helftbolkje. Jammer. Hier ook niet allemaal platformen waar gewoon niks zit in de keerzijde, waar wel wat zat in de gewone zijde. Ho. Ik kwam daar eigenlijk een beetje tijd tekort om het helemaal goed te verkennen. Alleen we hadden geen Poochie Pups gemist en dit is waarschijnlijk een heldwolkje net als de andere. Hij gooide die ninja ster nog. Terwijl die eigenlijk al dood was. Oh, die zal je maar missen. Net als die ene rode munt. Die Shy Guys, ja, dat worden knutselwerkjes. Daar kun je gewoon donder op zeggen. Daar ook één. Ik heb er volgens mij 4 gezien. Dan gaan we straks kijken of dat klopt. En ja, dit is een first try. Want zoals ik al zei, als je ze gewoon alle 3 in 1 keer spot, wat ik heb gedaan, dan valt er niet veel aan te verstieren. Maar aan die laatste rode munt, 20 van 20, valt dus des te meer te verstieren. Want ik heb hem nog steeds niet. Ah. In een hoekje. Ja. Ik zie hoe het is. Ik wist gewoon dat het een question mark walk moest zijn. Ik had alle zichtbare munten verzameld die er verzameld waren. En dan kom je dus op dit niveau. Ja, dus het enige wat er resteert nog is het level afmaken natuurlijk. Want we kunnen opnieuw proberen het level verlaten, maar dan zal deze munt niet worden opgeslagen. Dat is gewoon hoe het spel werkt. Dan moet ik niet zoveel risico nemen, want als we sterven, dan wordt die ook niet opgeslagen. En dat zou toch heel sad zijn, want dan zijn we 5 extra minuten van onze dag kwijt.
En daar lijkt het nu toch alles schijn van te hebben. Tenzij natuurlijk deze piranha plant met een heldwolkje dat hij eigenlijk moet bewaken. Maar daar niet in slaagt. Die redt ons, dat wolkje. Net zo'n wolk. Alleen is dit platform hier iets opzichtiger als het niks is. Een heel leeg platform. Dan ben je inmiddels verdacht. Maar staat er een vijand in een hoek? Dan valt het minder op. Maar blijkbaar kan dus in diezelfde hoek nog een question mark wolk verborgen zitten. Hebben we nu geleerd. Het zal zeker niet voor het laatst zijn dat ik een question mark wolk niet kan vinden en daardoor een collectible niet kan halen. Waarschijnlijk rode munten. Ik denk niet dat ze zo flauw zijn met blije bloemen. Blije bloemen zijn nog net geen kongletters. Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb. De kongletters, ja, dat zijn eigenlijk de meest opzichtige collectibles die je kunt bedenken in wat voor platformer dan ook die ik heb gespeeld. Zelfs voor Yoshi's Crafted World. Wiens doelgroep toch voornamelijk kinderen is, denk ik. Zijn er niet zulke opzichtige collectibles als kongletters. Kijk, daar is hij dan. 20 van 20. En omdat we natuurlijk die Poochie Pups en de keerzijde al gecompleteerd hebben, eindigt hier de aflevering. Volgende aflevering gaan we dus verder met valstrikken van het Samurai Fort. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen, je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij, waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!